Bart van der Weijden, 30 juli begonnen met training onder leiding van de nieuwe trainer Jeroen Hoefnagel uit Den Haag. Hoe is deze voorbereiding verlopen? Ik denk dat we prima voorbereiding achter de rug hebben. Veel nieuwe spelers en nieuwe trainer. Dat betekent dat je even aan elkaar moet wennen en dat je op elkaar ingespeeld moet worden. Ik heb zelf nog een weekje van de voorbereiding gemist, dus dat was ook wel jammer in verband met mijn vakantie. Maar ja, ik denk dat we er klaar voor zijn voor zaterdag. Zaterdag HVC10 thuis. Ik heb een interview gelezen van de trainer van HVC10. Die zegt dat hij jullie heeft bekeken en dat hij jullie met Valk 86 als kampioenskandidaat ziet. Is dat niet een tikkeltje overdreven? Ja, dat denk ik wel. Wij zien onszelf niet als voornaamste titelkandidaat. Ik denk dat wel de andere ploegen daar voor een aanmerking komen. Wij hebben zelf onze doelstelling uitgesproken. Dat is top 5. Dus daar gaan we ons best voor doen. Oké, Bart, bedankt voor het interview en succes aanstaande zaterdag tegen HVC10 thuis. Willem Vervliet, aanvoerder van UVS. Ik heb Bart van der Weijden net gesproken over de voorbereiding en over aanstaande zaterdag. Laten we de voorbereiding overslaan als we kijken naar aanstaande zaterdag HVC10. Wat herinner je van HVC10 van vorig seizoen nog? Vorig seizoen hadden we 2 keer het zeer lastig. Laten we zeggen, misschien wel heel erg moeilijk. En uit zijn we denk ik goed weggekomen met een punt. Waarbij we de eerste helft niks te vertellen hadden. En wel terugkomen op 2-2. Maar waarschijnlijk ook wel door de ogen van de naald gekropen zijn dat we de 3-2 niet om onze oren hadden gekregen. En ik vond HVC10 een goede ploeg. Hoop fysiek. Ze had een goed idee achter. En hoewel de stand op de ranglijst aan het einde van het seizoen, dat ze volgens mij uit mijn hoofd op de 9e plek eindigde. Ik denk niet dat HVC10 daar thuis hoort. En ik denk ook dat HVC10 zeker om de bovenste plaatsen mee gaat doen. Zeker omdat ze ook dat jaar daarvoor in de eerste klas hebben gespeeld. En met het oog op dat ze ook even moesten wennen aan de tweede klasse, denk ik dat zij ook hoge ogen gaan gooien dit seizoen. Oké, dan even terug toch naar een aantal dingen. Vorig jaar was er kritiek over hoe het geregeld was rondom het eerste helft qua materialen en dat soort zaken. Is dat nu wel beter geregeld? Laten we zo zeggen, kritiek is er altijd. Het kan altijd beter. En laat ik me zo uitdrukken. Er zijn wel behoorlijk wat puntjes op de i gezet. En ja, dat bevordert zeker de prestaties. En dan moet je denken aan dat iedereen er prima uitziet op het trainingsveld. En dat er nieuwe ballen zijn. En uiteindelijk win je daar geen wedstrijden mee. Maar het zijn wel randvoorwaarden wat er wel toe kan leiden dat de prestaties beter worden. Dus absoluut, er zijn zeker wat puntjes op de i gezet. En de sfeer in de ploeg, kan je die omschrijven? Het is een nieuwe groep. Waarbij ook je zal toch aan elkaar moeten wennen. Ondanks dat is de sfeer goed. Het is gemoedelijk. Er wordt gecombineerd tussen gezamenlijk trainen, maar ook gescheiden trainen. Dat was van tevoren al bekend. En ik denk als die duidelijkheid gewoon gedurende het seizoen blijft, dat er van tevoren aangegeven wordt, oké, we gaan nu switchen. Maar ook gewoon dat het belangrijk is dat we ook samen trainen, want daar wordt ook iedereen beter van. Want we blijven natuurlijk wel gewoon één groep, 1 en 2. En dat in combinatie dat we iedere einde van de maand op donderdag met elkaar gaan eten. En dan denk ik dat het met z'n allen, met 1 en 2, een heel leuk seizoen tegemoet gaat. Vorige week een nieuwsbericht van ex-prof Kukan Yazici, een keer terug naar UVS. Nou, je hebt hier natuurlijk in de jeugd gevoetbald en later ook nog het eerste. Hoe bevalt het om terug te zijn op de Kikkerpolder? Het is een geweldig gevoel. Ik denk dat ik er helemaal klaar voor ben. En het team ziet er heel goed uit. En de trainingen die gaan gewoon vlot. En ik denk dat ik er wel aardig ben bijgetrokken. En voor de rest, zaterdag eerste wedstrijd. Hopen dat ik kan meedoen. Ik heb er enorm zin in. En het voelt gewoon geweldig om weer terug te zijn op de oude Kikkerpolder. Dus het wordt zeker leuk. Maar zaterdag is het nog niet zeker dat je mee kan doen? Nee, maar we hopen wel binnen 1 of 2 dagen dat het zeker gaat worden. En zaterdag wil ik er gewoon staan. Ik wil gewoon gelijk beginnen. That's it. Als de training in de basis zit? Dat verwacht ik wel, ja. Dat verwacht ik wel. Ik ben niet iemand die, uh,
die wissel wilt staan. Dus dan doe ik er ook alles voor om geen wissel te staan. En ik ben hier gekomen met de reden. En die reden wil ik gewoon ook uitsluitend gewoon uitoefenen. En gewoon helpen erbij om hopelijk de volgende stap te kunnen halen naar de eerste klasse. Ja. Maar ik heb begrepen van de trainer en net ook van William en Bart dat de doelstelling gewoon is de eerste 15 jaar en daarna wel verder kijken. Ja, de eerste 5, daar kijk je altijd naar uit. Dat is gewoon, als je daarin zit, dan zit je altijd in de eindrace. Dat is altijd bekend. Het is belangrijk om een periode zo snel mogelijk te pakken. Maakt niet uit 1, 2 of 3, maar als je er 1 hebt, dan kan je al kijken naar boven toe. En voor de rest, ja, als je die periode hebt, als je de eerste periode hebt, dan weet je al dat je sowieso in de eindrace zit. En daar gaan we voor. We willen gewoon tot het einde willen er gewoon voor gaan en hopen op een kampioenschap. En hopen dat er weer eindelijk meer publiek naar de Kikkerpot is gekomen, waar alles aan gedaan wordt, posters in de stad. Nou ja, dit interview, UVS TV is in het leven geroepen. Wat vind je daar allemaal van? Ik vind het heel leuk. Ik ben hier 4 jaar niet geweest en ik kom hier opeens en alles is veranderd. En er wordt heel veel aan de media gedaan, heel veel verzorgd voor de spelers. En ja, alles klikt gewoon. En ik vind gewoon dat je gewoon als spelersgroep gewoon hier gewoon alles moet uitdrukken. Je hebt niks te klagen, dat sowieso. Kukan, ik ben zelf ook blij dat je terug bent in de Kikkerpolder. Ik heb je toch wel gemist, moet ik zeggen. Ik heb ook eens een keer over na zitten denken om jou een bijnaam te geven. Hoe zou je het vinden als wij jou de reus van de Kikkerpolder gaan noemen? Ja, is wel toepasselijk. Dat is wel toepasselijk. Ja, ik vind het wel een leuke bijnaam. Ik hoop dat ik hem kan houden. Hey, Kukan, ik wil je heel veel succes wensen. Hopen dat je zaterdag speelt tegen HVC10 thuis. En ontzettend veel succes en heel veel plezier bij UVS. Ja, dankjewel.